Goedemorgen, ik heb net een telefonisch interview gehad met Den Haag FM over mijn boek Happy Love Life. Superleuk. En weet iemand waar ik nog meer van dit soort bloemen kan krijgen? Want ze zijn zo verschrikkelijk mooi, deze rozen. Ik heb het meer over de kwaliteit van de rozen, zeg maar. Weet je, er zijn genoeg bloemisten waar je kan halen. Maar dit is niet normaal. Deze bloemen zijn al zo'n tijd zo mooi. En ik heb ze bezorgd gehad, maar het briefje is weg. Ik weet niet waar ze vandaan kwamen, maar... Let me know, omgeving in Haaglanden als we iets van een bloemist hebben of zo. Wauw. Ik moet even gaan aankleden, want ik heb zo'n afspraak in het ziekenhuis voor mijn lenzen. Ik ga nog een keer les krijgen in het indoen. Het lukt me gewoon niet. Ik raak erdoor gefrustreerd. Het past gewoon niet op mijn ogen weer of zo, weet ik veel. In ieder geval, ik ga zonder make-up, want vorige keer huilde ik mijn hele gezicht vol. Ik ga zonder make-up erheen en dan dat doen. Waar zijn mijn lenzen? Ze lagen hier toch? Uh-oh. Oké, ik heb alleen een zonnebril op. Geen make-up verder. We gaan naar het ziekenhuis. Oeps, mijn lenzen waren een soort van uitgedroogd. Wist ik veel dat je, ook al doe je ze niet iedere dag in, dat je er dan vloeistof bij moet gooien. Ze waren helemaal Maar oké, je kan het fixen door er vloeistof bij te doen en ze een kwartier te weken. Dus dat doen ze nu. Dus ik ga eventjes koffie drinken in het restaurant. Dan kom ik zo terug. Hopelijk zijn ze gered. Ik heb de lenzen in. Alleen, ik heb echt het idee dat links gewoon qua sterkte niet goed is. Ze zeggen dat het komt omdat ik ze net in heb en zo. En dat het vanzelf scherper wordt. Maar ik weet niet. Maar het is gewoon... I don't know. Misschien is mijn meting niet goed geweest of zo. Want ik heb één keer eerder lenzen geprobeerd. En toen was het... Ik had ze in en ik dacht... Wow, ik kan de wereld zien. En nu is het juist... Wow, ik zie alles wazig. Ik ben bijna thuis. En ik heb inmiddels 5 kilometer gelopen. De laatste dagen loop ik steeds 5 kilometer. Ik weet niet wat het is. Ik check via die gezondheidsdinges. Op iPhone. En ik dacht, ga eens kijken. Want het was niet de bedoeling dat ik zoveel zou lopen. Maar zo gebeurde het gewoon. Ze zitten nu een uur in. Ik ga ze uit. En ik trek het niet meer. Het is gewoon... Alsof ik Foef's bril op heb. Gewoon dat je denkt, ik zie niks. Dat heb ik nu de hele tijd. Nou, ik heb ze eruit hoor. Ik denk dat ik het opgeef. Ik heb het idee dat het niet werkt. Het snijdt in mijn ogen. Het zit niet lekker. Ik krijg ze er gewoon serieus niet goed in. Mijn ogen zijn eigenlijk ook te plat voor lenzen. Ik denk dat lenzen gewoon niks voor mij zijn. Gewoon eigenlijk het advies wat ik altijd heb gehad. Maar nee. Ik ben aan het werk hier. Kijk hoe gek dit eruit ziet. De ASMR video. Maar het scherm is zeg maar zwart bijna. Het is heel donker in ieder geval. Dus het lijkt net of ik gewoon niks aan het editen ben. Maar het gaat om het geluid. Het gaat om het geluid. De thumbnail is af voor de ASMR video. Hij gaat gelijk vandaag live. Hey. Waarom doet mijn lader het niet? Soms doet hij het ineens niet. Dan zie je in één keer... Oh. Het lijkt ook niet alsof hij werkt, zeg maar. Huh? Oké, de hele computer hangt. Nog 5 minuten uploaden. En de lader is dus stuk. Hij is echt kapot. Ik zag het al. Ik had dit al gezien. Ik dacht, nou ja, het zal wel. Maar ja, het is gewoon klaar. Hij laadt niet meer op. En ik moet eigenlijk... op kantoor een lader halen, maar dat ga ik nooit redden voor 3 uur. Dus please, upload, please. 7 minuten resteren nog 5. Oeh. Ik lunch met biologische wortelsoep met wat gember. Halleluja, het is gelukt. Oh, ik heb gewoon dit heel laag gezet. Hoe lager, hoe langer je batterij mee kan. Dus dat is een tip voor anderen, maar verder... Oeh, hij is net uitgevallen toen ik een blogpost aan het maken was. Ik heb hem wel al ingesteld. Alleen de thumbnail bovenaan klopt niet. Maar wat ik dus heb gedaan, is ik heb vliegensvlug het filmpje in een artikel gezet. Eventjes een thumbnail van een ander boven gezet. Toen was ik de nieuwe thumbnail aan het uploaden en toen viel hij dus uit. Dus ja, maar hij is wel, ik heb wel op publiceren gedrukt, just in case. Dus nou ja, goed. Ik heb een beetje geitenkaas erbij gedaan. Oeh. Het is 2:30, mijn laptop is officieel klaar ermee. En weet je, ik denk dat ik gewoon maar wat vroeger ga stoppen met werken vandaag. Er is niks wat ik nu kan doen. Ik kan niet aan mijn boek werken. Ik kan niks doen. Dus ik ga gewoon
lekker wat dingen thuis doen. Gewoon alsof ik 2:30 van mijn werk thuis ben gekomen. Yes! Ik begin met een aantal mint Oreo's. Ja, we hebben nog steeds dit pak. En ik weet ook niet waarom we er zo lang over doen. Maar ik denk dat we gewoon, ik weet niet, iets meer responsible worden met koekjes. Hahaha, hoor mij dat nou zeggen. Wat een grap, dit pak is leeg zo meteen. Ik ben mijn boek maar gaan lezen. En naast me ligt Manies met curly hairs. Kijk, ze heeft eigenlijk een beetje gekruld haar. Lievertje, gaat het? Maar ze maakt het stijl. Oh jee, ik herken dit. Moet je overgeven? Gaat het? Tip als je een langharige kat neemt, altijd gedoe met braken. Het is niet erg, ik bedoel, het is even een kwestie van opruimen, maar het is wel heel zielig. Ja, volgens mij gaat het wel weer. Ja. Deze dingen moet ik nog doen eigenlijk, maar dit kan ook morgen. Dus dan schrijft het allemaal een beetje op. En die wilde ik eigenlijk dus vandaag doen, want hij moet voor die af zijn. En dat kan ook morgen, dus ik ga hem lekker dicht slapen. Klaar. Hi schat, ik kom net terug van werk. Ik ben nog heel even langs wat Pokémon punten gereden en even rondgewandeld om Pokémon te vangen. En even een gym over te nemen. Just like that, so. Bam. Wat vinden jullie? Foef is team rood. En nou moet ik dus ook team rood worden. Terwijl eigenlijk voel ik me een klein beetje blauw van binnen. Moet ik eerlijk zeggen. Blauw past iets beter bij me. Oké, dus de vlog vandaag houdt op. Wij gaan hier hevige discussies hebben. Ja! Nee, je moet gewoon team rood. Ik vind rood is een beetje zeg maar vechtersbaasjesachtig. Ja, maar weet je wat er straks? Dan kan je natuurlijk ook Pokémon aan elkaar geven. Dus dan geef ik jou een goede Pokémon. Die gooi je dan in die gym. En dan zijn wij de baas van de gym. Krijgen we dagelijks money. Je kan 100 coins per dag verdienen. Kan ook je vijand worden. Ja, nou wens ik je veel succes. Ja, ik heb nu al Pokémon en alles. Dus ik beat je ass sowieso. Kan ook. Dat kunnen we ook doen. Dan take jij de gym over. Daarna woep ik je ass. Neem ik de gym over. Oh, dan gaan we elkaar even verslaan. Ja, of ik moet op een gegeven moment over naar blauw, but that's not gonna happen. Dus misschien moet je maar gewoon lekker ook rood worden. Ik denk er nog even over na. Zoete aardappelen, spersiebonen en die valeskaasdingen. Dinner is served. Beetje geitenkaas. Orange is the New Black gekeken. Hoe mooi zijn de bloemen, Foef? Ja, nog steeds zo. Ik vind ze zo mooi. Nog steeds heel erg. Heel erg om naar te kijken. Fijn en nog heel erg. Bring it. Formidabel. Accentueel, excentriek. Nee, fantastisch, formidabel. Excentriek ermee met. Ja, dan ben je een beetje wacky, een beetje gek. Nee, zo'n soort actrice of acteur is altijd excentriek. Kunstenaar. Jij bent toch ook excentriek? Ik ben excentriek? Ja. Maar ik ben ook een kunst om naar te kijken. Ik ga de vlog afsluiten. Welterusten, bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei. Hallo. Hi. Dat had ik niet verwacht. Hallo.